Egon Toekomstjournaal van deze week. Straks met de A2 van Ajax in de mini-klassieker tegen Feyenoord A2. Nu eerst de E2 van Ajax tegen DWS E1. Met hier de eerste goal van de wedstrijd. Een kopbal van Loet Klaassen. De paas van achteruit van Niel Vierek. En het is 1-0. Dan DWS in de aanval. Deze nummer 20 mag zomaar doorlopen. Het ingrijpen van Prins Aneng is niet goed. En het is 1-1. Er vallen veel doelpunten dit duel. Hier wordt het 2-1. Mooie vrije trap. Van ver. En het doelpunt van Nigel Owusu. Dat was de eerste helft. 3 doelpunten daarin. In de tweede helft zouden er nog 8 bij komen. Hier het schot van afstand. Diavayo Bobsen en Loet Klaassen met zijn tweede van de wedstrijd. Een makkelijk intikketje, maar hij telt uiteraard. Weer Bobsen. Zoontje van Kevin Bobsen, Diavayo. Schot komt uiteindelijk terecht bij Amoricio Axel Dongen. En daar is het 4-1. De E2 van Ajax. Wat een goede wedstrijd speelde tegen DWS E1. Hier weer een schot van afstand. Weer de keeper die er niet goed bij zit. En weer is het Dongen die van dichtbij binnen kan tikken. 5-1. En ook zijn tweede van de wedstrijd. DWS doet ook nog wat terug. Als de keeper Charlie Setford mis zit. En het 5-2 wordt. Dat was het laatste van DWS. De beurt is weer aan Ajax. De paas van Kwaadvlieg komt terecht bij Danilio Ruperti. En hij maakt er 6-2 van. Dat was Ruperti met een relatief makkelijk doelpunt. Dit is weer Ruperti met een prachtige goal. Geweldig schot in de verre hoek. Danilio Ruperti gaat net als zijn ploeggenoot Julian Brandes op voor het doelpunt van de maand met deze onwaarschijnlijke treffer. Brandes die won in augustus. Ruperti gaat zeker mee in de verkiezing voor september. Hier is hij weer, Ruperti. En weer een goede goal. 3 doelpunten op rij van de nummer 10. Weer Kwaadvlieg hier. Heeft dus al een paar assists. En scoort nu zelf. En zo eindigt dit duel in 9-2. We gaan door naar de A2 van Ajax. Zoals gezegd tegen Feyenoord A2. Op de toekomst. En hier de eerste goede aanval van de wedstrijd. En meteen is het een doelpunt. Want dit is Jazz Manusama met de 1-0. Het instappen van Nathan Leijder is niet goed. En Manusama staat helemaal vrij. En Jantje Vermolen, de doelman, is kansloos. 1-0 voor Feyenoord. Leijder hier op Efmorfidis. Efmorfidis. Ajax bouwt nauwkeurig aan de aanval. Via Bruin weer Efmorfidis. En dan de voorzet richting Ezra Walian, de spits. En die heeft een prachtige goal in petto. Wat een doelpunt van de nummer 9 van de A2. Deze spits scoort zo makkelijk. En dit is een heel knap doelpunt. Wipt de bal over Sam van der Peil heen. En Tim van der Linden is gepasseerd. Gerry Vink is de trainer van de A2. En dit is Feyenoord in de aanval. Bruin neemt over en stuurt Walian diep. Met een prachtige dieptepaas. Goed gedaan, Walian over de doelman heen, over Van der Linden heen. Maar Walian wordt neergehaald en dat betekent rood voor Van der Linden. Feyenoord moet verder met 10 man. Een terechte beslissing van de scheidsrechter. De vrije trap levert uiteindelijk niks op. Maar Ajax met een man meer, dus op jacht naar de voorsprong. Maar het is Feyenoord met de eerste grote kans na de rode kaart. Onduidelijkheid hier tussen Milan Fissi en Jantje Vermolen. Vermolen glijdt uit. Rick van der Struis schiet de bal dan op de binnenkant van de paal. En de A2 van Ajax ontsnapt. Vermolen heeft pijn, kan wel verder. En deze van der Struis moet de 2-1 maken voor Feyenoord. Maar Ajax is de bal dan alweer snel kwijt. Want hier heeft Feyenoord hem alweer. En hier staat helemaal vrij Junior Albertus. En Albertus 1-1 tegen Vermolen is een doelpunt. 2-1 voor Feyenoord. Organisatie weg bij de A2 en de achterstand. Ook tegen 10 man dus.
Zakaria El Azouzi, aanvoerder, geeft de bal hiermee aan Damiel Dankerlui. Dankerlui trekt voor. Geen Walian, wel El Azouzi. Meteen na de 2-1 van Feyenoord is het weer 2-2. Maar dit was ook de laatste kans van de wedstrijd en zo eindigt deze mini-klassieker in een gelijkspel.